We hebben onze bussen permanent ingericht voor rolstoelvervoer. Er staan geen stoelen in waar de rolstoelen staan. Die komen er ook nooit in, die hebben we niet. En wij rijden echt voor onze doelgroep. We rijden niet voor een voetbalclub of een andere soort vereniging. Breda Nu. Je weet het meteen. Roller is Uit is een stichting die goedkoop bussen aanbiedt voor mobiel gehandicapten die graag een dagje weg willen. De overheid heeft bepaald dat zij hun vrijwillige chauffeurs moeten gaan betalen en dat neemt de nodige problemen met zich mee. Roller is Uit is een organisatie die vervoer regelt voor minder draagkrachtige, gehandicapten, lichamelijk, geestelijk. En wij stellen daar een bus beschikbaar voor, zodat mensen in Midden- en West-Brabant overal naartoe kunnen rijden. Ze worden ook uitjes georganiseerd van jullie of is het echt alleen het vervoer? Wij regelen in principe alleen het vervoer. Dat is onze core business. Het zou misschien één keer in het jaar voor kunnen komen dat we adviesje geven. Maar normaliter rijden wij alleen het vervoer, regelen wij alleen het vervoer. Vrijwilligers is de belangrijkste basis van deze stichting. We hebben 45 man, die zijn allemaal 100% vrijwilligers. En zonder vrijwilligers zouden wij dit niet kunnen doen. Te meer omdat wij eigenlijk voor niks zouden willen rijden, maar dat gaat niet. En zodoende hebben wij dus een kleine bijdrage, vragen we aan de instellingen om een uitje te maken. En dat zal echt allemaal met vrijwilligers moeten gebeuren. Waarom denkt u dat de regering heeft bepaald dat Roller is Uit hun buschauffeurs moet gaan betalen? Ik denk dat de overheid het niet 100% gerealiseerd heeft wat er gebeurt. Maar wij zijn van mening dat wij een uitzonderingspositie zijn. We bestaan al 32 jaar. En door die 32 jaar hebben wij een bepaalde basis gelegd om dit te mogen kunnen doen. En als wij dat niet meer zouden kunnen doen, dan lijden natuurlijk die mensen heel veel onder. Er werd ook gesproken dat u dat deze organisatie zou concurreren met andere busvaartmaatschappijen. Klopt dit in uw ogen? Nee, ik denk niet dat dat klopt. Want wij rijden ritjes tegen wat goedkoper tarief, natuurlijk, dat is zo, maar wij zijn geen concurrenten. Wij hebben onze bussen permanent ingericht voor rolstoelvervoer. Er staan geen stoelen in waar de rolstoelen staan, die komen er ook nooit in, die hebben we niet. En wij rijden echt voor onze doelgroep. We rijden niet voor een voetbalclub of een andere soort vereniging. Wij zijn niet uniek, wij zijn een vrijwilligersorganisatie, een stichting, een ambustatus. Wij hebben alles wat we nodig hebben. Wij hebben drie mooie bussen, daar willen we onze ritjes mee rijden voor onze doelgroep. En wij zijn geen concurrenten van de busondernemers. Breda Nu. Je weet het meteen.